welkom bij een speciale uitzending van Top Dames. We hebben hier net met een groep mensen in Freedom Lab in Amsterdam gekeken naar het Worldwide Developers Congress van Apple. Het moment waarop nieuwe aankondigingen gedaan worden en waar alle Apple-liefhebbers, wat we hier alle vier zijn in ieder geval, altijd reikhalzend naar uitkijken. We zijn in dit geval Martijn Aslander, Wietse Hagen en Maarten den Braber. Klinkt ongetwijfeld nog sneller dan ik normaal aangesproken al klink. Maar dat komt omdat we een klein beetje haast hebben. Want op een gegeven moment komt er hier gewoon een alarmsignaal. De bewaking gaat dan zijn werk doen. Dus we hebben maar een kwartiertje of zo om over deze dingen te praten. Wietse, ik wil vandaag even bij jou beginnen. Want dan heb jij je tijd in ieder geval gehad. Heb jij je moment kunnen pakken. Weet je zeker? Ja, ik weet het zeker. Jij bent van Appels en Peren een, wat mij betreft een belangrijke podcast over alle ontwikkelingen die Apple betreffen. En het leuke ervan is, het is ook een podcast met veel mening. Schroom daar niet over. Als jij er één punt uit moet halen uit de presentatie die we net hebben gezien, die jij opvallend vindt, belangrijk vindt, wat is die dan? Nou, ik had wel het idee dat ze aan het begin was dat heftiger dan richting het einde, maar dat er een bepaalde urgentie of zo in zat, een beetje fanatiek. Tim Cook wilde wel echt laten zien van we hebben wat gedaan. En er is natuurlijk heel veel, in de tussentijd wordt er heel veel geschreven over Apple. En is er ook heel veel kritiek op Apple. En je voelde wel een beetje dat Mac Pro verhaal van ja, dit is ons antwoord. En kijk hoe vet. En de iPad, we gaan het wel echt doen. Dit wordt wel onze nieuwe laptop. En we gaan daar gewoon volop in blijven zetten. Ja, een soort van, ze hadden wel iets te bewijzen of zo. Maar wat hebben ze voor jou bewezen? Ik ben wel tevreden. Ik denk dat we al heel veel wisten. Dat is een beetje het nadeel als je van tevoren veel leest natuurlijk. Het is gewoon de nieuwsgierigheid. Maar tegenwoordig weten we eigenlijk al zoveel meer is. Ja, het is gewoon te moeilijk om zo'n grote supply line ook met zoveel third parties die meewerken aan die producten. Al hebben we de, even denken hoor, HomePod, zo heet die. Dat is nog een zijn waarom niet speaker of the house? Ja, maar niet qua apparaat, maar wel qua naam. Die is niet gelekt verder. Ik bedoel, we wisten dat die kwam, maar we hebben geen foto's gezien of dingen. Dus, maar ook nog eventjes voor wie niet heeft meegekeken. De HomePod, een speaker van Apple, maar die is meer dan een speaker, want je kunt er ook mee praten, je kunt er vragen aan stellen. Nou, ze hebben het zelf wel aardig in beeld gebracht, denk ik, voordat ze me aankondigden van ja, we hebben Sonos, we hebben de Alexa van Amazon of de Echo van Amazon. En dit is een soort samenvoeging van beide. En ik moest weer denken aan de iPod Hi-Fi. Ik heb hem jaren gehad, want het is voor mij maar een half jaar of een jaar op de markt geweest. De speaker van Apple. Dus ik vind het eigenlijk wel vet dat er weer een speaker van Apple is. Ja. Martijn Aslander, als er één ding is wat jij eruit moet halen uit wat we gezien hebben. Ja, heftige shit onder de motorkap. Gewoon het hele ecosysteem wat ze al gebouwd hebben. En daar een keer overheen nieuwe chipset met machine learning, augmented reality. Privacy was heel serieus nemen. Serieuzer dan de andere grote jongens. Dus echt heel veel gesloten onder de motorkap, waar we volgens mij met alle developers, die zijn er niet voor niets nu bij elkaar, heel veel gave dingen van gaan zien. En ik ben best wel behoorlijk onder de indruk van wat ze doen rondom documentbeheer, documentmanagement, documenten aanpassen, de integratie met de pen. Ik had de pen, ik ben hem kwijtgeraakt, hij ligt ergens in huis, maar ik ga gelijk een nieuwe kopen met wat ik vanavond gezien heb. Dat is echt heel impressive. En heel veel mensen denken, ik wil echt spectaculaire nieuwe dingen zien. Maar volgens mij wat ze met deep learning, machine learning onder de motorkap aan het doen zijn, is echt wel behoorlijk impressive. En ja, daar ga je dan de komende paar jaar heel veel lol van hebben. Dus ik denk dat aan de buitenkant ga je er niet veel van zien. Maar in het gebruiksgemak, volgens mij vliegt de ervaring omhoog. Ja. Maarten den Braber, het was ook een klein beetje, vond ik, de bullshit bingo in die zin. Apple had ook wel bedacht dat ze machine learning elke paar minuten moesten laten vallen en deep learning en et cetera. Ongetwijfeld dingen waar ze al lang mee bezig zijn. Maar ik had een beetje het gevoel dat ze zich wilden bewijzen van dit is nu zo'n begrip aan het worden, augmented reality, artificial intelligence, deep learning, et cetera. We moeten wel even laten zien dat wij hier ook mee bezig zijn. Nou ja, Wietse zei het denk ik al heel goed. Het is natuurlijk echt iets, ze moeten iets bewijzen. Ze moeten echt wel zeggen van we zijn er echt mee bezig. Maar ze onderscheiden zich ook wel. Dus een beetje voor de close listener in die zin. Dat als je weet dat hoe zij het doen, dat heel anders is dan hoe Google het doet. Dan versterken ze eigenlijk nog een keer hun positie van wij doen het on device. Wij doen het allemaal in je huis voordat je contact met ons maakt. Is er eigenlijk niks tussen wat je doet gedeeld. Dus daar zetten ze eigenlijk nog wel wat. Je moet er wel even goed naar luisteren. Ze maken niet echt een hele duidelijke pitch. Hè. Vroeger dan gingen ze zich echt heel hard afzetten tegen dingen. Dat deden ze nu in sommige dingen wel. In andere
deden ze het nu weer wat minder, maar ze hadden er echt wel een punt van gemaakt. En ik vond toch zelf ook wel, er zaten ook wel echt kleine nuggets waar heel weinig tijd in zat, die volgens mij echt gigantische impact gaan hebben. Want we hebben het bijvoorbeeld, we hebben heel iets gezien van peer-to-peer pay. Nou, dat is een ding dat Apple gewoon volledig de bankenbusiness ingaat en dan niet als tussenvorm van een bank, maar echt gewoon enabled dat ik met jou direct, dus we hebben al blockchain en bitcoin based, we krijgen nu een peer-to-peer alternatief gerund, nog wel door de infrastructuur van een grote partij, maar dat zijn kleine dingen waar eigenlijk maar zo overheen gewalst is. In 2,5 uur hebben we zitten kijken, hebben we echt een stortvloed over ons heen gekregen. Martinus, kan jij even de foto erbij pakken? Want voordat de presentatie begon, hebben we op het bord geschreven wat een aantal mensen aan voorspellingen deden. Het is van onze afstand hier een klein beetje lastig te zien, maar we weten ongetwijfeld nog uit onze hoofd. Want dat was één van de dingen, jij schreef hem volgens mij op, dat peer-to-peer payment was een belangrijk ding. Wat voorspeld werd. Kijk even mee, er staan vinkjes achter als we het goed hadden. Wat hebben we gemist? Wat hebben we gemist? Dat is een goeie. Ik denk dat ik had verwacht dat er... Ja, maar dat is, het ding is, het was allemaal een beetje impliciet. Want er is... Dit is misschien de eerste die ik nog eens terug ga kijken. Omdat ik zat ook tijdens dat wij zaten te kijken heel de tijd te roepen van... Hé, hey, er mist een icoontje daar. Hé, wat doet dat ding daar? Want het interessante is, ik denk dat een beetje de nuggets zijn die je hieruit kan halen... als je echt een beetje een freak bent die dat interessant vindt om vooruit te kijken. Er zitten al heel veel hints naar wat er met de iPhone gaat gebeuren. Er zitten heel veel kleine... Kijk, het is heel moeilijk om jouw plan niet... om je plan niet zichtbaar te maken, terwijl je toch wat moet presenteren. En ik denk als je een beetje kan fantaseren en een beetje vooruit wil kijken, dan zijn er heel veel dingen ook over de komende dagen nog niet naar buiten gaan komen in al die kleine developer sessies. Waardoor je gewoon aanvoelt, en om even concreet te worden, ik zat heel de tijd te roepen van, waar zijn die bolletjes geweest voor de receptioning op je telefoon? Hè? Hoeveel netwerkbereik je hebt? Die zijn weer terug naar de balkjes. En zij denken, ja, dat maakt niet uit. Nou, we zaten al meteen helemaal te fantaseren van, met Wouter, die zat naast me van, ja, ze moeten meer ruimte hebben in het midden. Want in het midden moet die cut-out zitten voor dat OLED-scherm waar die camera komt in die iPhone. Dus die hoeken links en rechts moeten leeg. Ja. Ze moeten ruimte maken. En dan als je dat dan al een beetje... Dus wij zaten... Extrapoleren, ja. En in de volgende screenshot... En nu is het weer weg. Dus dat is heel leuk. Het is een beetje... het is een beetje zoeken. En natuurlijk een beetje... Ja, je zit het er ook allemaal een beetje bij te fantaseren en te kletsen natuurlijk. Maar volgende keer moeten we eigenlijk ook wel... Moeten we ook wel gewoon dit wat jullie zaten te doen eigenlijk ook uitzenden. Want dat is ontzettend leuk. Want het helpt je namelijk ook. Mij in ieder geval. Op een andere manier kijken naar wat er langskomt. We hebben helemaal niks van software gezien. Is dat normaal? Tenminste, wel software, wel natuurlijk iOS, et cetera. Maar er zijn ook wel eens van die evenementen dat ze zeggen van... Ja, dat is meestal publiekssoftware allemaal aangepast. Nee, maar meestal later in het jaar. Dat is tussendoor. Volgens mij kondigen ze nu even... Je hebt nu gewoon, weet ik veel, een record aantal developers bij elkaar met allemaal nieuwe awesome shit. Die zijn er mooie dingen mee aan het maken. Dus ja, wat je wil doen is rondom de release van de iPhone, dat zal weer in september zijn, wil je weer nieuwe dingetjes laten zien. Dus dan ga je en de nieuwe software laten zien en je nieuwe hardware. Ja. Dus wat ik echt vanavond, er waren twee dingen zo in de tussendoor die me opvielen. Jammer dat Apple Pay nog niet in Nederland is. Die had ik op de een of andere manier wel verwacht. Ik denk, als ze in bloody Oekraïne al Apple Pay gaan doen, waar blijft dan de ING? Want dat is de enige bank die ik daar een beetje serieus in neem. En ik zag Apple Evernote noemen. En ik ben een van de meest fanatieke Evernote gebruikers. En ergens was ik een beetje bang dat Evernote down the drain ging, langzaam maar zeker. Maar als Apple hem zo premium onsteeds positioneert... stem mij dat hoopvol over de roadmap van Evernote. Ja, normaal gesproken zijn we gewend dat we eerst alle Hosanna-cijfers krijgen. Hè? Van zoveel installs, zoveel... Ja, maar die hebben ze allemaal al te pakken, joh. Dat hoeft niet meer. Dat doen ze niet meer. Maar het gaf ons ook meteen wel het idee. Ze hebben kennelijk veel te vertellen. Hè? Dat was ook het gevoel wat we hadden. Er waren 6 punten. Ik neem ze even heel snel door en vul even aan of vertel even als je dat een belangrijk deel vond. Het eerste stukje was over tvOS. Dat is eigenlijk niet een belangrijk element wat mij betreft. Behalve dat Amazon op Amazon Prime Video ook op Apple beschikbaar komt. Dit was wel groter hoor. Dit was de opmaat naar iets dit najaar. Ja, maar natuurlijk. Dat zeiden ze. Er komt iets later in dit jaar. Maar vandaag was het volgens mij geen belangrijk ding. Apple Watch, dat vond ik interessant. Heb jij een Apple Watch? Nee, niet meer. Ja. Jij wel? Ook niet meer. Ja, ook niet meer. Ja, maar ik ben de enige waarschijnlijk die Pokémon speelt. Ja, dat zou goed kunnen. Wat was daar belangrijk aan? Wat viel jou daarin op? Want we hebben wel een beetje de believers en de non-believers inmiddels. Ik vond het eigenlijk helemaal geneuzel.
Okay. Dus nou, laten we er ook geen tijd aan besteden dan. Er zat één klein nugget dingetje in. En dat vind ik dan uit het perspectief van Held wel weer. Er zit een support in voor Core Bluetooth. En Core Bluetooth maakt het nog beter mogelijk echt gewoon continu te delen met apparaten in je omgeving. En dan werd als voorbeeld Continuous Bluetooth Monitoring genoemd. En dat zijn van die kleine dingen die super technisch zijn in het begin. Maar die echt als ze dit enabelen en dus constant die monitoring op je watch kunnen enabelen. Ja, dan maakt het wel weer een heel nieuw ecosysteem los. Maar daar wordt dan even heel snel aan getipt. En dat denk ik net als Wietse zegt. In de sessies die er nog komen, worden zo'n sessie in depth gedaan. Die worden volgens mij de eerste keer dit jaar ook nog beter zeg maar, beschikbaar gemaakt, die sessies. Dus ik denk dat we daar de komende weken nog wel meer van gaan horen. Ja. Wietse, toen we zaten te kijken, kwam Apple eerst met het verhaal van video-ondersteuning op het Mac OS. Dat wordt allemaal beter en daardoor wordt VR op de Apple een dingetje. Daar was jij heel erg enthousiast over. Later kwamen ze nog ook weer over AR. Dat was dit keer ook een heel belangrijk onderwerp. Ja. Ik denk dat in het VR-verhaal ging het vooral om de hardware. Ik ben zelf al een tijdje aan het kijken van, joh, hoe ga ik nou zelf iets opzetten zodat ik thuis iets heb waarmee ik VR kan beleven. En dan meer dan alleen maar een demootje ergens op een beurs. Maar echt gewoon thuis daar is echt gewoon een paar weken flink mee bezig om te kijken wat het met je doet. Daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar. En je komt er dan toch achter dat je dan best wel een brute gaming PC moet gaan bouwen of kopen ergens. Of moet gaan rommelen met die spullen van Samsung en dan met zo'n, het werkt ook allemaal nog niet helemaal. En op Apple is het eigenlijk ja toch bootcamp Windows erop. En dan eigenlijk het liefst op de bruutste MacBook. En dan kan je misschien iets met VR doen. Maar waar ik al naar, dat is ook iets wat eigenlijk al anderhalf jaar mogelijk is inmiddels. Met een eGPU, een external GPU die je via Thunderbolt aansluit, kon je al met een 5% performance loss, kan jij eigenlijk de kracht naar buiten brengen in een doos die er als het ware aanhangt, waar twee GPU's in zitten of één. En wat Apple nu eigenlijk zei is, ten eerste, wij gaan die doos zelf maken en die gaan we aan developers leveren. Dat vond ik al fantastisch. We hebben deals gemaakt met game engines, wat in essentie ook VR engines zijn. Gaming en VR is in dat opzicht heel erg intertwined. En ik dacht, oké, dat vind ik leuk, want nu is VR op macOS is gewoon nog niet heel erg interessant en ook nog de support is er niet. Dus dat vond ik vooral voor de ontwikkelaars, voor de hele jonge markt van VR, wat nog super experimenteel is. Fijn dat Apple zegt, wij willen daar best wel in meehelpen. En het AR-verhaal was vooral een softwareverhaal. Hè? Net zoals Facebook heeft op de Faith Conference ook helemaal ingezet op AR met mooie API's, waardoor je als de heavy lifting gedaan wordt door de, in dit geval, of Facebook, in dit geval Apple. En dit zag er ook in de demo's die ik zag ook heel erg vet uit. Zeker in 120 hertz. Want dat is voor mij ook nog een van deze dingen vanavond. Dat ik denk, over smooth scrolling gesproken. Ik denk dat we het nu helemaal gaan krijgen. Maar wat het ook wel zegt is dat het er komt een nieuwe iMac Pro eigenlijk een echt, de focus ligt weer heel sterk op de creators. En er was natuurlijk heel veel discussie dat Apple door het feit dat er een miskleun was eigenlijk met de laatste Mac Pro, dat Apple ook het verlies leed aan de kant van mensen die eigenlijk de basis vormen van alles wat je, als je het maakt op de Mac, dan automatisch volgt er een heel ecosysteem van mensen die ook hun spullen op de Mac gaan draaien en ook Macs weer nodig hebben voor hun ecosysteem. En dat ze die aan het kwijtraken waren. En ik denk dat ze nu in ieder geval hebben gehint, dat komt pas eind van dit jaar echt uit, dat ze die mensen echt serieus weer nemen. Of ze namen ze wel serieus, maar ze kwamen niet met iets goeds genoegs. En dat ze nu wel een richting hebben misschien die wel echt die mensen weer kan aanspreken om daar bij dat ecosysteem te blijven in plaats van te switchen naar Hackintosh of naar andere platformen. Ik zit me in één keer te realiseren, Apple heeft nooit zoveel cash in bezit gehad en je kunnen enorm heftig investeren. Ik heb vandaag eigenlijk geen dingen gezien waarvan ik het gevoel heb, nou dat heeft ze echt, weet ik veel, 10 miljard gekost, die springen gewoon ergens in en dan gooien ze de geld tegenaan en krijgen we dit. Dus ik zou dat die content misschien zijn van die Apple TV? Ik geloof dat daar nog heel veel geld tegen de muur wordt gesmeten straks als ze content gaan produceren, nog misschien meer. Of ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen dat daar straks in het najaar nog heel veel geld in gaat. Ja, maar even, dus ik heb niks gezien vandaag waarvan ik dacht, dit heeft ze echt miljarden gekost. Nee, maar wat we wel hebben gezien vandaag is, jij bent een fervent iPad gebruiken. Ja, sinds kort weer hoor. Ik wou het zeggen, want ik heb er meerdere gehad, maar als ik heel eerlijk ben, gebruik ik ze eigenlijk niet meer. Maar die iPad Pro was wel een belangrijk ding vandaag voor Apple. Ja, want ik ben dus zelf, ik heb eigenlijk een MacBook gehad, beide modellen, en heel erg enthousiast ook over. Gewoon de dunne 12 inch, zeg maar. Je hebt 2 minuten terug. En de iPad Pro is eigenlijk weer terug in mijn leven, zeg maar. Dit is wat ik nu gebruik, dit is mijn daily driver. En zeker door de pencil, die er wat mij betreft gewoon bij zou moeten zitten in de doos. Het is nog steeds wel een mogelijkheid om hier echt wel een apparaat van te maken waar heel veel mensen heel erg blij mee kunnen zijn. Maar we zijn er nog niet. Ik moet nog steeds concessies doen, iedere dag. Oké, we ronden af. Maarten, als er één ding is wat jij mee naar huis neemt vandaag, wat was er belangrijk voor jou?
Nou, dat ik, als ik al dacht een nieuwe MacBook te gaan kopen, dan wordt het een iPad. Jij? Ja, mijn MacBook Pro met touchbar, waar ik heel trots op was, die gaat gelijk marktplaats op. En ik ga weer Pokémon verder spelen, want het wordt alleen maar leuker met die AR-kit. En jij? Apple luistert heel erg naar mensen ineens. De klanten en de ontwikkelaars. Dit zijn gewoon checklists die ze afgaan van feedback. En voorheen waren ze echt van, nee, wij weten het. En jullie moeten gewoon volgen. Nou, misschien hadden ze toen ook wel een man die meer wist. Dat zou kunnen. Misschien moeten ze het nu crowdsourcen. Ja. Wacht even. Dit is een verkapt statement tegen Trump. Wij luisteren wel. Oké, ontzettend bedankt. Wij moeten hier snel het pand verlaten. Want zo direct gaat er hier een afschuwelijk geluid klinken. Om 10:00 en we moeten nog even de spullen uitzetten. Bedankt dat jullie keken. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Laten we de volgende keer zeker. Weer doen. Heel leuk. Hoi. En dan langer, hè? Want we hebben nog heel veel dingen waar we eigenlijk ruzie over moesten maken. Ja, dat andere keer. Oudje. Ja. Thanks. Okay.